over een mevrouw die 2000 jaar geleden een date heeft in het Midden-Oosten. En dat stukje ga ik nu voor u spreken. Moslims het voor elkaar krijgen is een godzonde. Zo'n merkwaardige man. Hij werd naar die date gebracht door 12 vrienden. Ik dacht, het is een homo. Ja, ze zetten hem af en ze zei tegen me: nou, we zien je straks wel, wij gaan vissen. Ik dacht, nou, dat is vast geen homo. Je hebt een homo zien vissen? Het was wel leuk, we hadden afgesproken in een restaurantje op de Olijfberg. Nou, dan heb je een date, dan wil je toch wat gaan drinken. En wat doet hij? Hij bestelt twee kroezen water, de krent. Nou, ik heb liever een wijntje gehad. Hij knipt in zijn vingers en het was wijn. Ja. Nee, toen gingen we iets eten in hetzelfde restaurantje. Wat bestelt hij? Een paar vissen en een paar broden. En hij bleef er maar van breken, het raakte niet op. Hij was een knappe man, een baardje met een half lange haar. Weet je, een kruising tussen een hippie en een hipster, ken je dat? Zegt tegen hem: joh, je bent een kruising tussen een hippie en een hipster, werd meneer kwaad. En zegt: wil je in mijn nabij zijn het woord kruis niet gebruiken? Zegt: waarom niet? Begon hij een heel verhaal. Over dat hij een afspraak had met zijn vader en dat hij de wereld ging redden en een koninkrijk stichten. Ik denk: nou ja, ieder zijn hobby. Nou, hadden we gegeten en ja, je wilt toch ook wat over jezelf vertellen? Nou ben ik echt een gezond iemand hoor, maar ik heb last van reuma. En ja, dat wilde ik hem dan toch vertellen. Het interesseerde hem niet. Ik begon erover, hij doet zo. Ik moest mijn mond houden. Ja, het was een hele knappe man, hè. Zo'n man waar je je hele leven langer kan blijven geloven, weet je wel. Dus ik zei tegen hem: joh, zullen we een stukje gaan lopen langs het meer van Galilea? Nou, had hij wel zin in. We lopen daar in de verte, hij ziet het bootje, hij zegt van zijn vrienden, hij zegt: joh, dat zijn mijn matties. Hij loopt over het water zo naar dat bootje. Nou, vond ik zo'n afknapper, hè. Ik ben niet tegen. Hij is ook niet meer teruggekomen. Hij heeft me gewoon laten zitten. Maar ja, in het begin had ik het moeilijk mee, maar ik heb het nu verwerkt. Het gaat inmiddels weer beter met me. En ik ben ook van mijn reuma af.